Wat je hier ziet zijn hele verschillende stijlen. Er is altijd wel iets wat je niet mooi vindt. Er is altijd wel iets wat je wel mooi vindt. Je bent in één klap op de hoogte van wat er in de schilderkunst aan de hand is vandaag. 3 dagen voor de opening. Er wordt nog hard gewerkt. WhatsApp in het Dordrecht Museum geeft een beeld van wat zich de afgelopen 10 jaar in de schilderkunst heeft aangediend. Hier hangt werk van debutanten, modern werk. Wat verder opvalt is dat er eigenlijk heel weinig met de maatschappelijke gebeurtenissen gedaan wordt. In ieder geval niet heel erg direct en bij de meesten niet. Natuurlijk zitten er wel commentaren op de werkelijkheid in hier en daar. Dus het is niet in die zin politiek of geëngageerd. Het is ook veel meer dat ze het leven vieren dan dat ze eronder lijden. 30 kunstenaars zijn geselecteerd. Van iedere hangen hier 2, 3 of 4 doeken. We zien totaal verschillende stijlen. Soms zien we bijna niets. Als je het wil zien, dan moet je gewoon lang kijken. Dus ze heeft het idee van, en de gedachte van, een maatschappij die haar beelden vlug consumeert en weer weggooit. Als een onderwerp genomen voor haar schilderkunst. Je moet er heel lang naar kijken en dan zie je eigenlijk hele traditionele genres ontstaan. In dit geval een stilleven, in dat geval een portret. Na eeuwen schilderkunst is alles al eens gedaan. Modern werk hoeft niet per se vernieuwend te zijn. De gebruikte technieken zijn dat soms wel. Nou, dit schilderij heet Palast. Dat is een heel groot flatgebouw wat gebouwd is in de tijd van de DDR. Om, laten we zeggen, het repeterende en het grootste te krijgen, heeft de kunstenaar verschillende opnames gemaakt met een foto. Die op de computer met Photoshop in elkaar gezet. Of met een ander programma, maar ik neem aan Photoshop. En daar vaak ook weer lagen aan toegevoegd, waardoor je een heel vreemd, groot, repeterend geheel krijgt. Dit doek is wat leger. 3 strepen. Daar heeft iemand enorm veel werktekeningen voor gemaakt en gedachtes over geformuleerd. Dat is op een gegeven moment in een schets gekomen, ook weer met de computer. En dat is dan op die manier heel precies op doek gezet. Alleen, ja, die ene veeg is met heel veel precisie gezet. En dat is uiteraard minder werk dan de andere erover doet. Maar dat is het mooie van de kunst. Het zit niet altijd in de hoeveelheid werk die erin zit. Of iets mooi of geniaal of briljant of interessant is. Hier hangen ook doeken van de winnaar van de Scheffer. Een 2-jaarlijkse prijs van Vereniging Dordrechts Museum voor een talentvolle jonge kunstenaar. Het is heel erg moeilijk om letters te zien als vorm. Want wij geven altijd onmiddellijk betekenis aan de letter. Dus aan de ene kant heb je dus de betekenis die hem zit in de tekst. Aan de andere kant heb je het betekenisloze, zou je kunnen zeggen, van de vorm die er aangegeven is. En wij vinden dat ze dat heel knap gedaan heeft. Kim van Norren heet de kunstenaar. Als winnaar van de Scheffer heeft zij haar eigen expositie in een aparte ruimte. Die tentoonstelling is te zien tot en met 4 maart. WhatsApp tot en met 15 april.